Goedemiddag. Ja, het is bijna een week op week dat we elkaar hier ontmoeten. Ja, dat was eerst academisch, maar we gaan even wachten. Zullen we nog wel zijn? Oké. Oké, dus bijna week op week dat we elkaar hier ontmoeten, maar in verschillende omstandigheden. Eerst misschien toch even zeggen waarom we deze persconferentie doen in deze eerder beperkte en bescheiden ruimte. Dat is omdat dat ons toelaat om eerst met de pers te praten en dan zo vlug mogelijk ook met de spelers te praten. Ja. En dat de afstand tussen de twee locaties eigenlijk ons niet toelaat om dat zeer kort en dicht bij elkaar te plaatsen. Dus ik weet wel dat de ruimte wat beperkt is, maar eigenlijk is het ook uit respect enerzijds voor de pers en voor jullie, en anderzijds uit respect ook voor onze staf die verder moet ingelicht worden en om dan ook de spelers in te richten. Dus een beetje excuus voor de beperkte ruimte waarin we dit doen. Maar ik denk dat het functioneel de beste beslissing is. Goed, wij hebben een persconferentie belegd om jullie de aanstelling mee te delen van de nieuwe trainer. De opvolger van Hein van Asbroek. Waar we vorige week hier samen waren om samen het afscheid ook van Hein te bevestigen en mee te delen. En eigenlijk vandaag met heel veel energie en enthousiasme de aanstelling van onze nieuwe trainer mee te delen. U zult sommigen onder u, of waarschijnlijk de meesten onder u, zullen wel gelezen hebben in de media dat we toch wel een bepaald profiel voor ogen hadden. En dat profiel was voor iemand die liefst in de mid-40s zou ik zeggen. Dus een jonge, krachtige profiel. Ik vind dat wel belangrijk dat we die richting uitgingen. Iemand die stond voor aanvallend voetbal. Ik denk dat Yves dit bevestigd heeft in de diverse functies die hij gehad heeft bij Kortrijk, bij Oostende. En dat moet ik nu even afleggen. Sorry hoor. En dus aanvallend voetbal. Toch iemand die ook wou meegaan met het project van Agent. Dus toch een zekere verderzetting van wat we gestart zijn. En in onze gesprekken is gebleken dat ook de klik er toch was tussen Michel en mijzelf en het bestuur. En Yves. Dus ook iemand die zich wil inschrijven in het project en in de filosofie naar de toekomst toe van de club. En die persoon en die criteria hebben we teruggevonden in Yves van Dragen, die we bij deze dus officieel aanstelden en nu dat ook meedelen. Als je mij nu vraagt hoe ik mij daarbij voel, dan denk ik dat ik vorige week een tweede, drietal dagen het wat moeilijk gehad heb met de situatie zoals ze zich heeft voorgedaan. Maar dat ik nu, nadat we met Yves hadden gesproken, dat we onze visies hadden vergeleken, dat ik hier zit vol energie, vol enthousiasme, vol overtuiging ook. En dat ik u kan bevestigen dat Michel en ik na ons gesprek, wanneer ga ik u niet zeggen, dat was op een verborgen plaats, op een verborgen uur, wat we hebben toch wel geleerd dat we verdorie goed moeten opletten, of jullie vinden het altijd, hè. Proficiat daarvoor. Het is aan ons om te proberen, en je gaat de volgende keer nog moeilijker hebben. Een moment en een momentum te vinden dat we dat nog een beetje buiten de lenzen en van de pers kunnen doen. Maar ik vind dat jullie je job goed doen en ik vind dat wij onze job ook maar goed moeten doen. Dus no worries daarover. Integendeel, ik heb daar sympathie voor. En dat is de way it is. Het betekent ook dat onze club ondertussen ook wel
in de rangorde van de belangstelling gestegen is. Maar Michel en ik hebben daar toch over gesproken. We hebben daar gisteren met ons bestuur over gesproken. En ik kan u zeggen, het is met volle overtuiging dat wij u meedelen dat Yves nu de trainingen zal leiden. Onze T1 zal zijn. En ik ben ook overtuigd dat, dat we dit vlug zullen zien. De hand van de meester dan. Het zal enerzijds een stuk voortzetting zijn, denk ik, van wat wij de laatste jaren hebben meegemaakt. Yves zal absoluut zeker zijn eigen accenten leggen. Maar ik ben vooral blij dat wij dit hebben kunnen realiseren. En ik ben ook, dat moet ik toch wel even zeggen, toch wel, en dat is mij als oud-voorzitter van de Pro League, toch wel nauw aan het hart, dat wij ook een trainer hebben kunnen nemen die vrij was. Ja? Dus dat we zeker vast in het binnenland geen trainer moesten gaan zoeken die nog onder contract lag. En dat we daar ook geen bizarre toeren moesten voor organiseren. Maar dat we dat op een vrije manier hebben kunnen doen. En dat we anders in het buitenland, we hebben ook in het buitenland wat gekeken. Hè. Maar eigenlijk naar bezinking en naar filtering van alle profielen, zowel in het buitenland als in het binnenland, ben ik overtuigd dat we de beste keuze gemaakt hebben op dit ogenblik voor deze club. Dus ik ben heel blij, Yves, dat je er bent. Welkom en veel succes. Dank je wel. Dank u wel, voorzitter. Yves, van u het woord. Micros. Die andere journalisten die er niet zijn. Oh, dat is wel een trein. Het is maar koeken. Ja goed, wat mij betreft ben ik heel fier om hier te zitten. En in de eerste plaats wil ik de mensen van KA Gent echt wel bedanken voor het vertrouwen. Wat mij betreft is het ook zo dat je een kans krijgt bij een absolute topclub. Ik heb gewerkt bij Kortrijk en 2 jaar bij Oostende, waar we 3 keer eigenlijk na elkaar de play-off 1 spelen. En dan denk je als trainer dat je goed bezig bent en dat je echt wel alles stap voor stap, geen enkele stap wil overslaan. Wel, ik voel me echt klaar voor deze uitdaging. Ik kan me enorm vinden in de filosofie achter AA Gent. En als je ziet wat ze in de laatste jaren verwezenlijkt hebben, niet alleen op het veld sportief, maar ook qua accommodatie. Dit complex die ik zojuist heb leren ontdekken, waar mijn mond toch een klein beetje van openvalt. En ook het jeugdcomplex dat ik nog ken. Dan kun je alleen maar naar boven kijken en kun je spelers gaan beter maken, kun je betere spelers vormen. Ze hebben hier heel wat talent ook aanwezig. En ja, de ambitie nu, die moet zijn om zoveel mogelijk matchen te winnen. En ik ben ook van overtuigd dat we daar genoeg kwaliteit voor hebben die hier aanwezig is. Ik weet ook dat ze een aantal geblesseerde spelers hebben. Maar nu is het tijd om dit te kenteren. Ze hebben een moeilijke start gehad. Maar de kwaliteit is er. En naar de supporters toe wil ik ook wel zeggen dat we gaan proberen aanvallend voetbal te brengen. Want ja, die zijn altijd in een volledig uitverkocht stadion voltallig aanwezig. En in deze periode moeten ze ons misschien nog meer gaan steunen, omdat we door de supporters ook wel matchen kunnen winnen. En wat dat betreft moeten de neuzen allemaal in dezelfde richting, moet er mentaliteit op het veld komen. Gaan we proberen attractief voetbal te brengen, maar eerst en vooral is het belangrijk dat we beginnen te winnen terug. En, ik kan het alleen maar in 1 woord samenvatten. We moeten een comeback realiseren. En waar dat we dan gaan eindigen, dat kan ik op dit moment niet in een glazen bol zien. Er staat hier geen, maar ik heb dat ook niet. En, maar we zijn enorm ambitieus om er iets positiefs van te maken. Met de enorme kwaliteit die er toch wel aanwezig is in deze spelersgroep.
Dankjewel, Yves. Nu het woord aan Michel. Ja. Zullen we het doen? Goedemiddag, ik heb nog nooit voor zoveel micro's gesproken. Het is toch plezant om dat ook eens mee te maken. Wat mij betreft wil ik toch nog een aantal zaken toevoegen aan hetgeen die de voorzitter daarnet meegegeven heeft. Het zijn parameters waar we aan gedacht hebben bij het proberen in te vullen van de vacature. En een heel belangrijke parameter volgens ons, die daarnet niet meegegeven is, is heel zeker het feit dat wij denken dat Yves een zeer goede people manager is. En over heel veel emotionele intelligentie beschikt. En gistermorgen als ik opstond, las ik dan in een bepaalde krant de analyse van de mogelijke samenwerking in Anderlecht, het duo van onze vorige trainer met onze huidige trainer. En daar kwam heel duidelijk in naar voren, en dat was denk ik een objectieve analyse, waarbij dat er vermeld werd dat hij een uitstekende motivator is. En dat heeft ons eigenlijk ook nog versterkt in de keuze die we gemaakt hebben van Yves van der Hagen. Een groep leiden is niet eenvoudig. Een groep van spelers waar heel veel verschillende culturen spelen, waar heel veel verschillende nationaliteiten aanwezig zijn. Als je dat optimaal wil doen renderen, denk ik dat je people management nodig hebt. En we zijn ervan overtuigd dat Yves dat heel zeker heeft. En dat was een belangrijk punt naast de parameters die de voorzitter meegegeven heeft. Een ander element die ook gespeeld heeft, is het feit dat wij Yves toch ook als speler gevolgd hebben. En Yves was niet de klasbak die daar stond zoals Chifo op 18-jarige leeftijd. Ik herinner mij dat we geprobeerden hem met de agent van Yves binnen te halen. Als hij 24 jaar was, je hebt dan een andere keuze gemaakt, Yves, voor Eendracht Hals. Ik heb onderhandeld met uw pa, denk ik. Maar als je dan ziet hoe dat uw carrière dan zich verder ontwikkeld heeft, vanaf maar zijn 29 jaar bij Anderlecht gekomen en daar dan 6, 7 jaar gespeeld, internationaal geworden, dat betekent dat je moet hebben van vechtlust, doorzetting, ja, discipline. En dat zijn woorden die hier ook, denk ik, belangrijk zullen zijn in het managen van onze ploeg. Hij is daar eigenlijk een stichtend voorbeeld voor spelers, ja, die later aan een top komen en goed, dat neem je mee. En daar heeft hij ook een voorbeeldfunctie. Dat is ook een van de elementen die meegespeeld heeft. Plus het feit, zoals dat de voorzitter daarnet gezegd heeft, play-off 1 spelen, daar is hij in geslaagd met twee verschillende clubs. Niet met één club, twee verschillende clubs. Het was geen cadeau om Kortrijk over te nemen. Er was wat sepsis daar in Kortrijk. Patrick Turk is goed geplaatst om het te weten. Ja, en toch is hij erin geslaagd. Ik herinner mij dat hij bij ons kwam spelen in de Helamco. Ja? Had zeer weinig punten, lief. Ik weet niet meer hoeveel, 2 of 3. Je zat in een zeer, zeer, zeer slecht parket. En je scoort daar het eerste doelpunt tegen ons. Ja, en had daar uw vechtlust over geïmplementeerd eigenlijk op die spelersgroep. En dat jaar zijn erin geslaagd met Kortrijk play-off 1 te spelen. Dus dat is een ander element die meegespeeld heeft. En de voorzitter laat mij toe van te zeggen, de duur van het contract hebben we nog niet meegegeven, want ik heb daar, dat wisten de journalisten nog niet natuurlijk. 10 jaar zeker, was het? Wat bleef? Het was 10 jaar zeker. Het was een paar maanden met een mogelijke verlenging. Dus de duur van het contract is dus een jaar en 6 maanden en 3 maanden. Dus 12 plus 6 is 18 en 3 is 21 maanden. Met andere woorden, einde contract 30 juni 19. Dat zijn de elementen die ik wou meegeven. Ik heb hier een speakbriefje. Nee, misschien nog een laatste element, dat is dat hij toch de competitie, want dat was wel belangrijk, dat hij voor iemand ging ook die onze competitie kende, voorzitter. Als je met een buitenlander begint die dan nog een inwerkperiode nodig heeft, daar denk ik dat nu niet het moment was. Goed, bedankt voor uw aandacht.